What's up? Ik ben Soos, dit is Soos Sense. En voordat jij Versace Dylan Blue gaat kopen, dit zijn de dingen die jij moet weten over deze Ferguson. So stick with it, stick with it, stick with it. Versace Dylan Blue, ook een Blue Fragrance. Ik ga denk ik een filmpje maken over Blue Fragrance, zodat jullie weten wat het precies is. Maar Versace Dylan Blue is een Blue Fragrance. Het is een makkelijke fragrance die je oprecht overal naartoe kan dragen. Het past altijd. Een geweldige geurenbom met Ambroxan natuurlijk erin. Ook Bergamot zit erin. En veel andere notes die ook zitten in andere Blue Fragrances. Ik ga niet te diep over de notes. Ik ga meer praten over de dingen die jij moet weten. Dit is een fragrance, hoe ik het al zei. Je kan het met alles dragen, overal naartoe dragen op elk moment. Dat is zo handig aan Blue Fragrances. En dit is weer een geweldige Blue Fragrance. En een van mijn favoriete Blue Fragrances die je overal kan dragen. So know that, for sure. Als we gaan praten over de performance van deze fragrance. Voor mij persoonlijk is het rond de 6 uurtjes, 7 uurtjes. Is hij echt zijn ding aan het doen. En daarna zwakt hij gewoon heel erg af. Zeker als je het op je pols hebt, kan je altijd nog eventjes deze doen. En dan ruik je hem nog, zeker weten. Maar. Dan is het niet meer 2 meter. Of armlengte afstand. Dan is dat niet meer het geval. Dan moet je wat dichterbij staan. Maar voordat, wanneer je hem net hebt opgespreid in de eerste paar uur, dan ruik je het overal. Overal waar je binnenkomt, mensen ruik je gewoon. Het is niet overdreven zoals een Angel Share bij Killian of zo, maar het is wel een geur die aanwezig is. Het is een more neutral scent, maar het is wel een hele erg aangename scent. Dus je gaat de complimenten mee krijgen. 100%. Dit is weer een hele lekkere fragrance, zou ik zeggen. Ook een fragrance waar ik niet veel woorden over kwijt hoef, denk ik persoonlijk zelf. Want Blue Fragrance, Bleu de Chanel, een Dior Sauvage, een YSL Y. Die geuren hebben allemaal ongeveer dezelfde vibe. Heb je een van die geuren, dan kan je deze wel gaan kopen. Omdat deze denk ik een van de goedkopere Blue Fragrances is. Maar ik zou je zeker weten aanraden om wat anders dan te gaan proberen. Want dan haal je ongeveer dezelfde fragrance. En dat is wel wat ik over deze kwijt kan. Dus de performance, hoe ik het al zei, rond de 6, 7 uurtjes heb je hem. En daarna zwakt hij gewoon heel erg af. Afstand, dus de sillage, dat valt ook heel erg mee na die 6 uurtjes, hoe ik het al zei. Het is niet meer heftig, maar daarvoor doet het gewoon lekker zijn ding. Je ruikt jezelf goed. En als je jezelf niet ruikt, geloof me, andere mensen ruiken je wel. Loop gerust langs, vraag het mensen. Complimenten zal je zeker weten krijgen. Fragrance is niet al te duur en helemaal niet voor wat het voor je doet. Het doet heel erg veel voor je. Dus dit is ook weer een geur die oprecht een aanrader is voor mij naar jullie toe. Koop hem als cadeautje voor je vriend, homie, je vader, voor jezelf, een oom, een neef. Doesn't really matter. Dit is een good fragrance. En het is so sense approved, for sure.